iedereen, Kai hier. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de MTV Sit Down Live. En dit keer realityster, model, ex-voetballer. Ja, wat doe je helemaal niet, man? Ja. Ik heb het over Denzel Slager natuurlijk. En we zijn hier met z'n allen. Jullie kijken, wij zitten hier op de bank. Ik ga vragen stellen, maar die vragen gaan jullie ook aan Denzel stellen. En met name drie pittige vragen, dat weet jij nog niet. Maar je ziet zo direct, zij zien zo direct op hun scherm drie pittige vragen. En daar moeten ze op gaan stemmen. En degene met de meeste stemmen, die moet ik aan jou gaan stellen. Oké. Ik ga vast voorbereiden. Ze zijn best pittig. Ja, en je moet zo antwoord geven. Oké. Op één van de drie, hè. Degene met de meeste stemmen. Okay. Dus stem vooral. Waarschijnlijk zien jullie het nu al verschijnen. Dus we gaan het met z'n allen doen. En het is een sit-down, dus we gaan snel beginnen met het paspoort. Dus ik ga je snel wat vragen stellen. Oké. Even kijken. Ik heb er zin in. Met als eerste vraag, jouw volledige naam. Mijn volledige naam? Ja. Denzel Jafar Slager. Jafar? Ja. Nice. Aladdin, van Aladdin. Ja, ben je een bad guy of niet? Ja, ik kan een bad guy zijn. Ja? Jawel. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Je vadersnaam? Gino Slager. Gino. Ja. Moedersnaam? Lidushka Curiel. Mooie naam. Ja. Uit Curaçao. Ja. Broers, zussen, namen? Ik heb er een hoop. Ja? Ja, ik heb er een hoop. Ik heb vier zussen, twee broers. We zijn met z'n zevenen. Ja. Moet ik alle namen opnoemen? Ja, is goed. Nou, dan heb je Gino, dus dat is niet mijn vader, maar Junior? Mijn broer. Ja. Gino, Jannik. Dan heb je mijn zus Raisa, Janice, Kiana, Gina. Hoeveel heb ik er nu opgenoemd? Vijf. Dan heb je Denzel. Ja. Gino, heb ik Jannik. Zo, Gino, Jannik. Ik had vergeten, ik hoop dat hij niet kijkt, huis zijn. Nee, volgens mij heb ik allemaal opgenoemd. Jij hebt ze allemaal opgenoemd? Toch? Gina, ja, volgens mij heb ik allemaal opgenoemd. Oké, okay. Gezelligheid zeven, thuis. Ja. Wat top, man. Ja. Hey, en wie was je eerste liefde? Mijn eerste liefde. Hoe oud was je? Ik was toen heel jong. Ik was toen 12. Oké. Ik was toen 12, ja. Dat was een meisje, zij was toen 16. Oké. Ja, zij was 16 en zij heeft me heel veel geleerd. Okay. Wat heeft ze me echt veel geleerd? Nou, heel veel eigenlijk. Zij was natuurlijk wel wat verder. Ja. En ik weet nog dat ik, ik ben dus door haar ook maagd. Toen je 12 was? Nee, dat niet. Toen ik 13 was. Nou, dat scheelt. Is dat jong? Ik vind het wel jong, ja. Maar goed, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat dan. Maar ja, ik was denk ik 16, 17. Oh, echt? Ja. Ja, nou, mooie leeftijd. Nou, ik was wel jong. Ik was jong. Ja. Hoe ging dat dan? In de kast. In de kast? Ja, dat was gewoon in de kast. Ik had toen een vriend van me, die had, toen was het, we rapten toen allemaal, weet je. En hij had toen een studio gemaakt in een kast. Dus hij had al zijn kleding uit zijn kast gehaald en toen had hij een microfoon in zijn kast gezet, omdat het dan beter klonk. Ja, precies, de akoestiek. En ik weet nog dat we de mic eruit hadden gehad en dat we daar, ik snap het eigenlijk niet, ik weet niet eens waarom we dat deden, maar dat we in de kast. Dus ja, gewoon stiekem een beetje. Ja, denk ik wel, de spanning. Ja, precies. Ja. En dat was dus mijn eerste keer. Oké, eerste kus was toen ook zo rond die tijd, denk ik wel. Ja. Dan was ik ook 12 jaar of zo. Jeetje, vroeg, man. Ja. Hey, en op welke leeftijd, nou, die vraag heb ik net beantwoord, op welke leeftijd ben je op maag? 13 dus. 13. En je eerste baantje? Voetbal. Ja? Maar dat was echt mijn eerste contract, ja. Maar heb je niet daarvoor, weet ik veel, in een restaurant gewerkt? Nee, ik heb nooit gewerkt. Ik ben op mijn vijfde begonnen met voetbal. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk altijd al dat ik voetballer wilde worden. Ik dacht ook, ik wilde nooit echt voor een baas werken. Al als je voetbalt, werk je wel voor een baas, een soort van eigenlijk. Maar ik wilde nooit echt in een winkel of een restaurant of zo werken. Dus ik wist toen al dat ik gewoon voetballer wilde worden. En ik heb me altijd kunnen focussen. En toen tekende ik mijn eerste contract. Dus dat was eigenlijk mijn eerste baan. Echt. Oh, wauw. Ja. Hey, en is dat ook hoe je bekend bent geworden? Voor het grotere publiek? Voor het grotere publiek? Ja. Voor de voetbalkijkers dan weer wel. Mm-hmm. Ja. Maar het grote publiek, dat was echt denk ik vorig jaar na het programma. Ja, precies. Love Island. Love Island, ja. Hoe was dat, man? Ja, was tof. Was echt tof. Ik denk dat het echt wel een van de leukste ervaringen is geweest uit mijn leven, denk ik wel. Naast natuurlijk mijn debuut, weet je, dat is ook natuurlijk, dat is ook heel leuk. Ja. Maar Love Island was echt een ervaring. Je kan daar echt alleen over praten. Je weet hoe dat voelt als je er geweest bent. Ja, snap je? Je bent 8 weken weg, geen telefoon, je bent afgezonderd, maar wel echt leuk. Top, nou gaan we het zo nog wat langer over hebben, want ik heb natuurlijk wat kijkersvragen. En de allereerste is, hoe was het voetballen bij LA Galaxy? Leuk. De voetbalclub van Los Angeles, toch? Ja, de voetbalclub van Los Angeles. Dat was echt tof. Dat was echt tof. Het is eigenlijk, je kan het zo zien dat het Real Madrid van Amerika is. Precies.
Gewoon echt, gewoon major league, zeg maar. Het is Champions League. Ja. Champions League, ja. Het is echt een grote club in Amerika. Ze hebben ook heel veel kampioenschappen hebben ze binnengehaald. Mm-hmm. En natuurlijk, er zaten hele grote spelers toen ik daar zat. Spelers waar ik naar opkeek toen ik jonger was. Ja, Steven Gerrard, Ashley Cole. Heel veel spelers. Die David Beckham, die voetbalde daar ook. Ja, toch? Daardoor is LA Galaxy eigenlijk bekend geworden. Ja. David Beckham die ging erheen en dat werd toen echt een hype. Ja, precies. En daardoor kent iedereen LA Galaxy eigenlijk. Ja. En die vergelijking tussen jou en David Beckham wordt ook wel gemaakt, toch? Ja, klopt. Dat is... mensen wel denken, waarom dan? Nee, maar in de tijd in Amerika heb ik een combinatie gemaakt tussen voetbal en modellenwerk. Ik stond toen getekend bij een modellenbureau, Wilhelmina Models. Mm-hmm. En ik maakte gewoon een combinatie tussen dus voetbal en ik deed ook nog, daarnaast deed ik nog echt serieus modellenwerk. Ja, top. Vandaar eigenlijk. Ja. Twee pretty boys die goed kunnen voetballen. Ja, nou ja, dat is te gek toch? Ja. Waarom ben je gestopt met voetballen? Ik vond dat ik veel te veel, ik stond heel vaak op met een raar gevoel. Ik weet het niet, ik was al vrij jong eigenlijk toen ik wilde stoppen. Ik was toen 18, 19 jaar, toen maakte ik een transfer naar Engeland en ik werd in principe maar, ik speelde toen bij Coventry City, dat zeg maar naast Birmingham, is een klein plekje in Engeland. En ik had toen een zaakwaarnemer en ik werd daar maar gewoon neergezet en ik moest het maar even uitzoeken. Dus dat was voor mij lastig. Ik had niet echt iemand naast me die mij toen op sleeptouw nam en dat had ik toen wel nodig. Waardoor het toen al begon dat ik dacht, oké, ik zie voetbal nu van een hele andere kant. Wat ik niet leuk vond, niet de reden waarom ik begonnen ben, weet je. Ja. En, op een gegeven moment kwam ik in LA terecht dus en daar gebeurt zoveel. Je bent ook in LA geweest. Daar gebeurt gewoon zoveel waardoor je heel veel afleiding hebt. Maar wat ook positief is, want je ogen gaan ook open en je ziet ook dat er heel veel mogelijk is buiten het voetbal, dat er veel meer is. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik vind dat voetballers zich alleen, eigenlijk weten ze alleen van voetbal. Ze weten niet wat daar nog buiten is, weet je. Mm-hmm. En ik zag dat wel op dat moment door ik daar met mijn neef Anthony was. Je manager ook, hè? Ja, mijn manager ook, ja. En daar heb ik gewoon gezien wat er mogelijk is. En ik denk eerlijk gezegd dat dat mij toch wel op een gegeven moment op een punt heeft gezet van oké, ik wil misschien toch wat andere dingen doen dan alleen voetballen. En als je voetbalt heb je heel weinig tijd, vooral in Amerika met het reizen en alles. Ja, je moet gewoon veel trainen. Je moet heel veel trainen. Je kan eigenlijk ook niet echt heel veel ontspannen, want je moet gewoon op je lichaam letten. Ja, ik snap het, kan me niet meer voorstellen. Maar goed, je bent andere dingen gaan doen en je bent mee gaan doen aan Love Island. En waarom heb je daar eigenlijk aan meegedaan? Ik heb er heel lang over nagedacht, moet ik zeggen. Ik werd benaderd en al van tevoren van, hey, Nederland, ik volgde Love Island Engeland wel al, door mijn moeder eigenlijk. Mijn moeder keek het een keer en ik zag, het was heel interessant. Ze zaten zo'n vuurkorf, weet je, en het was voor mij interessant. Ik vond het een heel apart programma. Dus ik heb toen een klein beetje gekeken naar de Engelse Love Island en toen werd ik dus, toen hoorde ik dus van, hey, Nederland, die komt ook met een Love Island en ben je geïnteresseerd om mee te doen? En ik dacht, ja, ik kom net uit Amerika. Ik heb in Amerika ook reality gedaan. Zou ik dit wel doen? Ja. Ik heb er lang over nagedacht. En ik wist ook nog niet zeker of ik wel terug naar Nederland wilde. Of ik nog in LA wilde blijven. Ja. Ik heb toen heel veel gesproken met de mensen om me heen. En last minute heb ik gewoon gedacht, weet je, het is misschien weer lekker een nieuw avontuur. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Maar ja, ik hou wel van een avontuurtje. Dus heb ik het gewoon gedaan. Ja. En vandaar eigenlijk. En dan win je zoiets, had je dat verwacht? Nee. Heb je het gevolgd? Nee, hè? Nee, ik heb het niet gevolgd. Je hebt niet gevolgd. Nee, ik denk dat als je terugkijkt, dat jij ook niet had verwacht dat ik zou winnen. Nee, dus het was heel erg turbulent voor mij. Het was moeilijk, het was heel moeilijk. Ja. Dus ik had niet verwacht dat ik zou winnen, maar het is uiteindelijk echt een mooi avontuur geworden. Hoe dat allemaal gelopen is natuurlijk. Hè? Ze hebben jou gevraagd, zeg je net, maar hoe hebben ze je gevonden? Dat ging toen via, dat was een persoon die iemand van de casting kende en die had al gehoord van, hey, je komt de Love Island. Toen heeft hij mij gelijk gevraagd van, hey, wil jij meedoen met Love Island? Ja. En op die manier was gewoon het via. Ik ga tussendoor even de kijkers erbij betrekken, want we hebben nog steeds die drie pittige vragen, waarvan er dus één aan jou gesteld gaat worden. Ook aan jou of niet? Nou ja, je kan hem terugstellen, maar ik hoef geen antwoord te geven. Dan moet jij wel. Oh, ik wil. Lekker. Dus ga vooral door met stemmen en dan gaan wij even door met die vragen, want ik heb er namelijk nog een paar van ze gekregen. Okay. Zou je meedoen aan een ex on the beach double dutch? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Een paar gevaarlijke exen in de kast zitten? Nee, niet eens. Ik vind het gewoon niet echt een programma dat bij mij past. Love Island heb ik ook puur gedaan omdat het echt een programma is. Het is een heel positief. Ik bedoel, je gaat op zoek naar liefde. Het is normaal niet relaties kapot maken of wat dan ook. Geen ordinaire. Nee.
Dus daarom heb ik dat ook gedaan, maar X on the Beach, nee, dat denk ik niet dat ik zou doen. Nee, het is niet echt iets voor mij. Niks naar het programma toe, hoor, maar het is niks voor mij. Heb je bekende exen? Nou, bekend. Ik heb... nou, bekend, nou ja, nee. Niet? Nee. Ben je wel eens met een bekend iemand naar bed geweest? Deze ongemakkelijke vraag. Deze vragen komen niet van de kijkers, hè? Dus als ze van jou komen, hoef ik ze niet aan. Nee, je hoeft ze niet te antwoorden. Nee, heb ik wel eens met een... Ja, dat zou wel. Dat zou wel, ja. Ja, dat zou wel. Dus je gaat geen antwoord geven wie? Ik denk niet dat het verstandig is. Ik doe zo mijn best, jongens, hier, maar het lukt me gewoon niet. Blijf mij gewoon eventjes wat dingen sturen, dan kan ik ze via de iPad stellen. Misschien lukt het dan wel. Hey, en zou je jezelf een realityster noemen of model? Nee, geen realityster. Geen realityster en ja, ook geen model eigenlijk. Het is meer, ik doe van alles eigenlijk. Alles wat ik leuk vind, doe ik gewoon. Precies. Ik vind het leuk om te ondernemen. Ik vind het leuk om zo nu en dan wat modellenwerk te doen. Mm-hmm. Ja, reality, dat heb ik dus een keer gedaan, Love Island. Maar ik weet niet of ik dat zo gauw weer zou doen. Is zoiets goed voor je carrière om daar mee te doen? Love Island? Ja. Ja, het heeft me wel wat veel moois gebracht, ja, moet ik zeggen. Het heeft me veel moois gebracht. Komt natuurlijk veel binnen en het is goed voor je Instagram. Ja. Weet je, dus ja, wel. Het speelt je wel in de kijker en, ja, en, sowieso. En mensen leren je kennen, vooral in Nederland. Ja. Het is wel een goed bekijkprogramma. Ja, zeker. Dus ja, wat dat betreft wel. Ja. Hey, en waarom ging het uit tussen jou en Alexandra? Uit? Ja. Nee, het ging niet uit. Dat denkt iedereen. Maar het was niet uit. Ja, ik zag ook overal in de media staan dat het uit was, maar dat was niet uit. Het was dus niet, die vragen die jullie stellen, die klopt niet. Nee. Het was niet uit. We namen wel van een break van social media. Mm-hmm. We hebben een keer wat ruzie gehad, waardoor alle foto's weg waren. En daarna hebben we eigenlijk niks meer samen gepost, omdat we echt gewoon even van elkaar wilden genieten. Ja. Zonder alle druk van social media, weet je, en alles. En ja. Ik heb nu, kijk, ik denk 2 dagen geleden hebben we weer een foto samen gepost, na heel lang. En, ja. Maar wacht even, jullie zijn nog steeds bij elkaar? Ja. Oh. Ja. Kijk. Ja, leuk. Dacht je dat het uit was? Nou ja, ik lees die vraag. Nee, dat is... Nee, we zijn nog samen. Oké. Okay. Ja. Ja, dus het lukt, dus het komt wel wat uit, hè? Ja, precies, dus Love Island is inderdaad... Ja, klopt. Iedereen twijfelt daaraan, maar dat komt wel wat uit. Maar hoe gaat zoiets dan? Want dan, je komt elkaar tegen, nou, er staan alleen maar camera's op je gericht. Dus je bent, ja, kan je dan wel echt jezelf zijn en hoe komen dan dichter tot elkaar en dan, ja, het lijkt mij best wel lastig. Ja, het is ook lastig. Spannend. Stiekem. Ja, het is sowieso spannend, maar weet je wat het is? Ik kwam 2 dagen daarna binnen. Ik was niet gelijk, ik was niet gelijk in de villa, ik kwam dus 2 dagen daarna binnen, dus ik kon al een klein beetje zien wie binnen was en alles. Ja. Maar dan nog, je hebt meer dan, ik weet niet hoeveel camera's je hebt door het hele huis. Ja. Dus dat is natuurlijk wel even aanpassen als je binnenkomt, dan kijk je toch nog wel even naar de hoeken en alles. Maar echt 3 dagen daarna of zo, dan ben je het al vergeten en doe je gewoon weer je ding. Je leeft gewoon door. Ja, ja, maar ik ken X on the Beach, Double Dutch natuurlijk. Ja. Daar zie je echt alles. Ja. Maar zie je dat bij Love Island ook? Nee. Daar niet als je zie je... Dat je onder de douche gaat samen of dat je samen in bed... Nee, dat laten ze niet zien. Iets doet? Nee, ze laten dat niet zien. Okay. Meestal wat ze dan doen is, ze laten het voorstukje zien. Oh, dat je bijvoorbeeld aan het zoenen bent of zo. En op het moment dat er wat gebeurt, voor zover er wat gebeurd is, ja, dus het een en ander gebeurt, dan hoor je wat vogelgeluidjes en dan wordt het beeld zwart, weet je. Oh ja. Dus, ja. Zijn jullie toen al met elkaar in bed geweest en zo, dat allemaal op het eiland? Nee, daar nog niet. Nee? Nee, daar nog niet. Wij niet. Daarna natuurlijk, ja, okay. Lockdown. Ja. Ja. En hoe lang gaan jullie dan samen? Vanaf... hoe lang is dat? Ik ben, denk vanaf juni, eind juni. Ja, eind juni. Wauw. Ja, is dat nu al half jaar langer dan een half jaar? Ja, dat is best lang. Eind juni. Top. Ja. Dus er zit wel degelijk toekomst in liefde? Jawel. Heb jij een vriendin of niet? Ja. Ja, hoe lang al? Nog niet zo lang. Niet? Nee. Oké. Echt nog wel korter dan jij. Ja? Echt serieus? Ja. Oké. Ja, dat is echt heel pril. Ah, nice. Maar het is wel echt zo. Leuk. Hey, en wat, ja, hoe vond je het, zeg maar, wat vond je van de manier waarop je werd neergezet in het programma? En hoe reageerden mensen in jouw omgeving daarop? Kijk, het begin, dat was super lastig. Het begin, dus ik kwam dus binnen en dan
Ik kende niet al iemand die binnen was, maar ja, we wisten gewoon, ik wist wie ze was, zij wist wie ik was. En zij had verhalen gehoord van mij in LA. Ja. En dat begon zij dus te roepen daar. Oh, ja. En ja, dan heb je al gelijk een beeld. Dus maar wat waren die verhalen dan? Ja, gewoon dat ik een player ben en weet je, dat soort verhalen gewoon. Was dat veel meiden had. Nee, absoluut niet. Okay. Kijk, ik was vrijgezel, maar ik heb niks geks gedaan. Ik bedoel, ja, we zijn allemaal mannen. Als je vrijgezel bent, ja, dan heb je niks. Ja, je kan doen wat je wil. Je kan doen wat je wil, ja. Dus dat was meer het geval. Ja. Maar het was niet dat ik losgegaan ben of wat dan ook. Absoluut niet, dat zeker niet. Ja. Maar in ieder geval, dat was het dus. Ja. En waardoor, ja, dan het publiek, of de kijkers, sorry, die hadden dan een bepaald beeld van me. Van, oh, hij is een player, hij is daar niet voor de liefde, weet je, dat soort dingen. Dus ik heb het wel moeilijk gehad in het begin. Maar het was een rollercoaster. Het ging toen echt, op een gegeven moment moest ik dus weg. Ik ben weggegaan en teruggekomen, hè. Oké. Okay. Ja. Ik ben dus eruit gestemd door de kijkers, omdat ze vonden dat ik niet oprecht was of ze wisten het niet. Ja, ja. En toen zagen zij de reactie die iedereen had toen ik eruit ging. Iedereen was aan het huilen. En oh, echt? Ja, het was echt niet normaal. En toen beseften de kijkers pas van, oh, wacht even, wat hebben we gedaan, weet je? 2 dagen daarna mochten ze alweer stemmen of ik terug de villa in... Oh, maar dan zit je zeg maar, eigenlijk als je eruit wordt gestemd, ga je niet echt van het einde, ga je niet uit het programma? Jawel. Ik was een dagje thuis. Oh, echt? Ja. Ik ben een dagje thuis geweest. Dus dat iedereen jou zo erg miste, kon je gewoon weer terug programma? Toen hebben ze me teruggestemd, ja. In het programma van nee, hij moet terug. Ja, ja, ja. En toen ben ik teruggegaan, toen heb ik dus gewoon. Top. En je familie, wat vonden die ervan? Die vonden, toen ik thuis kwam, gaven ze aan van ja, Denzel, het was nu wel echt tijd voor je om naar huis te komen. Want zij zagen echt wat er gebeurde. En ze waren ook van oké, nu is het wel echt even genoeg. We dachten wel dat het nu goed was voor jou om naar huis te komen. Oké. Okay. Ja. Maar was het ook omdat het gewoon heftig werd? Of miste je ze heel erg? Ja, ik op een gegeven moment. Wist ik, want je hebt dan bepaalde challenges, heb je dan, tijdens Love Island. En dan zie je dan wat de kijkers van je denken door middel van Twitterberichten en zo, weet je. Dus ik wist toen al van, oké, ze denken dus dat ik niet oprecht ben of wat dan ook. Ja. En ik kon toen mezelf niet meer zijn. Ik dacht toen met mezelf van, ja, snap je, het is heel lastig hoe ze over me denken, terwijl dat niet zo is. En op een gegeven moment had ik ook een beetje het gevoel van, misschien is het beter om gewoon naar huis te gaan. Laat dit maar gewoon zitten, weet je, want ik kan hier toch niks meer goed doen. Nee. Dus. Maar dat is sowieso eigenlijk altijd als je bekend bent of je bent een publieke figuur, dan zullen mensen altijd iets over je. Ja, oké, dat is waar. Ik heb daar nu niet zoveel last van. Gelukkig is het is nu allemaal positief. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk geen negatieve reacties gehad of meningen of wat dan ook. Absoluut niet. Ik heb daar geen last van gehad, gelukkig. Ja. Dus ik heb daar nog niet echt niet iets over gemerkt of zo. Volgende vraag van de tablet. Heb je wel eens met een jongen gezoend? Nee. Ik wel. Nee. Echt? Ja. Wat dan? Maar dan? Ik ben niet homoseksueel, maar ik heb het wel eens gedaan. Echt? Ja. En hoe was dat dan? Ja, ik vond het eigenlijk niet echt iets aan. Eigenlijk, het was meer voor de grap. Zo van, meisjes deden het samen en wij deden het ook. Het zat ook opeens met een jongen met een baard. En ik dacht, ja, dit vind ik echt helemaal niks. Hoe lang geleden is dit? Oh, dit is wel echt lang geleden. Ja, serieus. Ik denk echt wel... 10 jaar geleden? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Ja, nee, nou, ik heb met een hele goede vriend van mij nog, waren we in een club en toen was ik met Dronken. Meisjes en jongens en dat was allemaal waren een beetje met elkaar aan het zoenen. Ja. Maar nogmaals, ik word er niet echt seksueel opgewonden van, het was meer een soort van geintje of zo. Dus op maar, die manier. Maar was dat wel een, wilde je erachter komen of je... Nee. Ik weet echt heel erg dat ik val heel erg op vrouwen. Vrouw, ja, dat weet ik wel heel erg. Maar okay. Ja, het is dan meer een soort van geintje. Of een ja. Of zo. Maar jij in ieder geval nooit? Ik heb nooit gedaan, nee. Ook de ambitie niet? Nee, nooit aan gedacht, eerlijk gezegd. Nee. Nou, we kunnen wel verzoenen als je het wilt proberen. Volgende vraag. Van wat in je leven heb je spijt? Eerlijk gezegd. Niks. Nee. Nee, ik denk dat als ik misschien een andere keuze gemaakt had, of ik nou in mijn jeugd of nu, dan was ik niet de persoon die ik nu ben. Precies. En alles wat ik meegemaakt heb, heeft me echt gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb echt heel veel dingen meegemaakt. Ups en downs natuurlijk. Mm-hmm. Maar, heb je veel slechte dingen meegemaakt in je leven? Slechte dingen wil ik het niet noemen, maar ik heb wel gestruggeld. Ja? Ja, ik heb wel gestruggeld, zeker. Op wat voor manier? Nou ja, ik was toen met mijn manager
waren we in Amerika. Mm-hmm. Maar ik had nog geen salaris. En ik had al mijn geld was na Engeland, wat ik vertelde. Al mijn geld was gewoon op. Yeah. Ik had gewoon niks meer. En op een gegeven moment toen zijn we naar Amerika verhuisd. En moest ik nog wachten op mijn salaris. Want in Amerika krijg je pas de maand erop betaald. Yeah. En dan ja, zit je eigenlijk een maand zonder geld. Of althans, ik had niks meer. Maar yeah, yeah. En toen hebben we in de auto geslapen. We hebben in de auto geslapen tot ik, ja, voor een korte periode. We hebben echt. Jij en Anthony, jij en je manager. Ja, ja, we hebben in de auto geslapen. Ja. Ja, ja. Kijk even naar zijn manager, die zit hier ook. Ja, die is hier. Oké, ja. Ja. Start from the bottom, zeg maar. Ja, dat ja. Vet. Ja. Nee, dat was inderdaad, dat was 2 dagen, maar dat was wel lastig. Want ik bedoel. Ik moest dus, het was echt letterlijk, en we aten alleen maar McDonald's, dat is niet normaal. Maar, ja, echt serieus, je had dus deals voor $6 had je 12 cheeseburgers. Ja, ja. Toen hadden we dat gewoon en dat aten we dan. En dan moest ik, dan wachtte ik tot, om heel vroeg naar de club te gaan, om eerst te douchen snel op de club en dan ja, te trainen, weet je. Ja, ja, ja. Dus dat deed ik dan. Of we namen memberships in gyms, ja, en dan precies, douchten dan eerst, we daar ja, gewoon, ja, weet ja, precies. Je. En dan mag je een paar dagen gratis. Juist, ja, ja, en dan douchten we daar. Ja. En ja, zo. En op een gegeven moment, ja, toen kreeg ik salaris en kon ik een appartement doen. Ben ik van een appartement ben ik naar, had ik nog geen bed, ze hebben we jassen, sliepen we op jassen, ja echt. Daarna een luchtbed. Ja. En op een gegeven moment zo hebben we eigenlijk alles gebouwd, ja, ja. Ja, echt. Ja, zo hebben we alles gebouwd. Wel echt wel leuk, ja. Ja. Wel leuk om achteraf erover te praten, ja. Ja. Maar als je dat moment zit, echt, het is niks erger dan om in de auto te slapen. Ja. Het is echt niet normaal, serieus. Nee. Ik heb nog nooit zoveel pijn in mijn rug gehad en dat soort dingen. Het is echt ja, ziek, ja. Ja, ja, echt. Wel echt goed verhaal en heel vet dat jullie dat samen hebben meegemaakt. Ja, 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 ja. Hey, nog even over Love Island. Wie van de anderen daar vond je ook knap? Ik vond. Ja, ik vond de meiden eigenlijk allemaal wel knap, om eerlijk te zijn. Mm. Ja, ik vond, het was niet iemand, één persoon of zo, waarvan ik dacht van, oh ja, jij ja, was echt heel knap. Ik moet zeggen, de meiden die er waren, vooral het begin, weet je, ja, die vond ik allemaal wel knap. Ja, die worden dan natuurlijk wel ook, die moet wel knap zijn volgens mij een beetje. Ja, een wel. Van, dat is toch een vereiste volgens mij. Ja, 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 ja. Vind je ja, een beetje verleidelijk. Ja, precies. Dus daarom, weet je, ja, allemaal waren best wel, ja, mochten er wel wezen. Nou, Alexandra is natuurlijk. Ja, die stakken van mij natuurlijk ja, bovenaan. Hey, en hoe belangrijk is uiterlijke verzorging voor je? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ik ben daar wel veel mee bezig. Ik hou, of althans, nou ja, veel. Mm. Ik wil er wel altijd gewoon verzorgd uitzien. Ja. Ik hou van kleding. Mm-hmm. En ik zorg er wel voor dat ik op tijd naar de kapper ga. Het is niet dat ik anderhalf uur of 2 uur doe om klaar te maken. Niet dat je zo met dit haar rondloopt. Nee, niet, weet je niet dat ik 2 uur nodig heb om klaar te maken of zo, absoluut niet. Maar nou, ik had er wel van om er gewoon verzorgd uit te zien. Ja. Dus het is wel belangrijk voor mij. Voor jou ook? Zeker. Ja, ja, ik had het laatst met iemand over. Ik vind bijvoorbeeld heel erg als iemand onverzorgde nagels heeft. Oh, echt? Ik echt niet aan. Of dan moet ik even kijken naar me. Oeh. Nee, ik zat al te kijken. Of, ja, nee, ik niet. Ik moest ze wel even knippen. Maar. Ja? Of ja, onverzorgde tanden, ja. Ja, vind ik ook, ja, dat zijn dingen ook niet die, veel mee. Ja. Maar goed, ja, weet je wel, ieder zijn eigen ding. Maar dat ja, is voor mij heel erg belangrijk. Ja, ja, nee, dat is ook zo. Is ook ja, zo. Puntje op de i. Ja. Hey, en heb je ooit iets aan jezelf laten doen? Aan mezelf laten ja, doen? Ja, als in je uiterlijk gewoon plastische chirurgie? Of geen plastische chirurgie, mijn tanden. Ja? Ja. Is dat? Ah, zo mooi. Ja, ik heb mijn tanden wel laten doen. Ja? Ja. Maar gewoon bleken of facings? Ja, heel echt. Ik heb wat kleine correcties heb ik gedaan. Ja, ja. Ik had van mezelf niet hele slechte tanden. Nee, want ik moet zeggen, het ziet er wel heel natuurlijk ja, uit. Maar ik heb wel wat correcties gedaan en ik heb het ja, wit laten maken. Ja. Dus. Ik heb mijn tanden ook gebleekt hoor. Echt? Ja, ja, ja. Waar heb je dat gedaan? In Amsterdam. Oh, heb je dat in Amsterdam ja, gedaan? Ja. Oké, okay, ja, misschien in Amerika of zo. Nee, ja, ik had op een gegeven moment gewoon, ik had ook aan een reality programma meegedaan. Ooit kwam ik terug en ik dacht echt dat ik gele tanden had. En toen dacht ik, fuck, ik ga het gewoon ja, heb je dat ook gedaan? Welk ja, programma heb je meegedaan? Expeditie Robinson. Oh, serieus? Ja. Oké, okay, ja, heb ik niet... Ook gewonnen. Nee joh. Ja. Heb je dat gewonnen? Ja. Echt, ja, hoe was dat? Dat lijkt me echt zwaar. Jongen. Je was heel zwaar, erg afgevallen, hè? Heel zwaar, heel veel afgevallen. Ja? Ja, 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 ja. Maar goed, het gaat om jou, dus het gaat niet om mij. Ja, ja, oké. Okay. Wat is je favoriete oefening in de gym, vraagt iemand. Want je ziet er echt super afgetraind uit. Ja, ik train wel iedere dag. Ik probeer iedere dag te trainen, ja. Mijn favoriete oefening in de gym. Ik hou er sowieso van om borst te trainen.
Ja? Ja, ik hou ervan om borst te trainen, dat is met dumbbells. Bankdrukken ook? Ja, bankdrukken doe ik dan met dumbbells. Ja. Omdat je dan je borst en je pakt je armen mee, dus ja. Ik hou daar wel van. Ik ben nu toevallig deze week, vanaf vorige week ben ik echt begonnen met eigen lichaamsgewichten. Dus optrekken gewoon, weet je, om heel droog te worden. Ja. Maar ja, ik doe echt van alles eigenlijk. Maar ik hou er wel van om borst te trainen. Ja. Als je borst traint, trekt alles ook wel goed, ja, je klopt. Rug en je schouders. Ja, daarom. Nou, ik train ook heel veel eigen lichaamsgewicht. Zo. Dat is toch wel, het voelt wel het meest natuurlijk, gewoon opdrukken, ja. optrekken, dips. Ja. Kan je musselen? Niet, ik kon het. Ik weet niet, ik heb het lang niet gedaan. Ik kon het wel, ja. Kan jij dat? Ja. Ja, serieus? Hoe vaak? Ik denk 10 keer. Serieus, 10 keer is veel. Ja. 10 keer is veel. Maar het is ook een soort van mijn trucje in de sportschool. Dan zie ik allemaal van die vet grote gasten en dan kom ik daar een beetje. En dan doe je dat. Ja. En dan zie ik iedereen kijken en ik top. Maar goed, ik moet jullie nog eventjes gaan oproepen voor pittige vragen. 3 pittige vragen. Ja. Waarvan er dus 1 aan jou gesteld gaat worden. Ik heb echt geen idee wat die vragen zijn. Stem vooral op de meest pittige, op de hot en spicy vraag. En dan ga ik hem zo aan jou stellen. Oké. Okay. Maar ja, tot die tijd. Ik ben benieuwd. Gaan we nog even door met de kijkersvragen. Ja. Met wie zou je je leven voor een dag willen ruilen? Poeh, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Met wie? Zo, dat is echt een moeilijke vraag. Ja, lastig. Hele lastige vraag. Ja, wie zal dat zijn? Als het iemand is die ik echt tof vind en waar ik echt naar opkijk. Ik heb dat niet heel snel, maar dan is dat Kanye West sowieso. Ja. Ik vind omdat hij is met van alles bezig en het is een genie. Ik vind hem een genie. Dus dan zou dat het wel zijn, ja. Te kijken wat hij doet, weet je. Wat er in zijn hoofd omgaat. En bipolaire hoofd. Ja, echt. Dan zou het Kanye zijn, ja. Ja. Geen slechte keuze. Nee, toch? Nee. Jij? Ook Kanye of niet? Ja, ik denk dat ik dan toch een vrouw wil zijn. Omdat ik dan wel even kijken hoe dat voelt. Dat is ook wel een goeie eigenlijk. Ja. Maar dan wie, dat vind ik dan wel weer een lastige. Ben jij Kim, ik Kanye? Ja, doen we goeie. Dat. Ja? Heel goed. Top. Nice. Hey, en wat is je favoriete dance move? Kan je goed dansen? Nee, niet echt eigenlijk. Heb de Love Island heb ik wel wat moves gedaan. Ja? Kun je dat zien op mijn social media? Kan je er eentje voordoen? Wat ik op mijn social media heb, dat kan ik niet voordoen. Nee. Dat is echt het moment. Heb je een move die altijd werkt? Want ik ben echt, als ik in een club sta, dan sta ik meestal ergens zo stoffig achter in de hoek. Dan, ja, zelf daar. Een drankje zo. Ja, nee, maar ik ook. Ja? Ik kan echt niet dansen, ik zweer het je. Ik ben super stijf, het is echt niet normaal. Okay. Vanaf ik jong ben. Ja? Ja. Ik dus ook. Ik gebruik altijd excuses dat ik voetballer ben geweest en ik korte spieren. Ja, ja, ja. Dat ik gewoon niet kan bewegen. Maar dus je zult jou nooit zien dansen in de club? Nou ja, nee, niet dansen. Ik ga niet met een hele choreo komen. Maar dat lijkt me zo. Ik zie alsof die gast in de club en dan komt er zo'n cirkel en dan staan er van die gasten al moves. En dan denk je, jij is meer aan het uitsloven, man. Ik bedoel, echt. Ga gewoon even. Ik snap dat niet. Ik heb dat dus ook. Ik snap dat gewoon niet. Nee. Dan komen ze ineens met rare salto's en precies. Dingen. Ja, nee. Oké, nou, het is geen dansmoves helaas. Nee, ik ben stijf. Sorry. Ja. Sorry. Dit moeten we niet uitgeknippen en dan gaan loopen. Dat zou heel gek zijn. Hey, en wat vind je ervan, nou, ik vroeg je net al, maar dat is ook van de kijkers, dat je relatie zo in de schijnwerpen staat? Nou, kijk. Ja, meer positief dan negatief. Positief omdat de reacties gewoon echt niet normaal goed en lief zijn, echt. Super veel support van de mensen die het ons echt gunnen. Ja. Dat doet me echt heel goed. Maar negatief omdat dat men gelijk denkt dat je uit elkaar bent als je niks post. Dat de media dan gelijk erop springt. Het is toch wel, wordt toch wel een bepaalde druk op je gelegd. Weet je? Van, wacht, we moeten misschien iets samen posten voor dat of dit of dat. Weet je? Dus wat dat betreft is het misschien wat minder. Maar ja, voor de rest is het echt positief, moet ik zeggen. En worden jullie vaak aangesproken als jullie samen uit eten gaan? Ja, of? Nog steeds. Ja? Ja, heel veel. Vooral in België. Okay. Vooral in België. Ja. Of naar Amsterdam niet heel erg, maar wel België heel veel. Brabant ook heel veel. Oh, Brabant was echt, ja, ik ben daar een keer geweest, dat was niet normaal. Nee? Ja, dat was echt gekhuis. Ja, daar werd gewoon echt aan ons getrokken. Dat was echt alsof we grote sterren waren. Niet normaal, aan ons getrokken en mensen renden op straat. Dat was echt bizar. Ja.
Hey, en zie je een toekomst met Alexander? Ja, zeker. Trouwen, kinderen? Zou ik graag willen. Ja? Ja, zou ik heel graag willen. En binnen nu een hoeveel jaar? Ik ben nu gewoon nog heel erg aan het werken aan hetgeen wat ik wil. Mm. Ik wil nog best veel doen. Maar ik denk dat ik, als ik echt gevonden heb wat ik graag doe en wat ik echt vast doe, dat ik dan wel, wel over wil gaan naar kinderen. Naar gezin. Ja, trouwen, dat gaat echt later zijn. Dat wil ik echt doen als mijn kinderen oud genoeg zijn om te beseffen wat trouwen is. Ja. Maar kinderen zou ik wel willen, ja. Maar je hebt het over dingen doen. Zijn er dingen die, die er op de planning staan? Ik wil sowieso heel graag, vanaf voor Love Island heb ik al aangegeven dat ik heel graag wilde presenteren. Mm-hmm. Ik vind het ook heel leuk om programma's te bedenken, dus vormen te creëren, vind ik ook echt heel leuk. Vooral omdat ik in Amerika geweest ben, weet je, ik heb daar heel veel gezien en dat wat ik hier dan heel graag wil. Ja, ja. Daarnaast een sportsmarketingbedrijf waar ik op dit moment mee bezig ben. Dat is dan management van spelers, weet je, waar je dan verschillende brand opbouwen, endorsement deals haal je er dan uit, weet je. Ja. Dus dat is iets waar ik nu mee bezig ben. Dus echt heel veel dingen nog die ik graag wil doen ook. Dus Zoals? Ik wil ook wel wat in de kleding gaan doen, maar ik moet daar natuurlijk, ik wil dat goed doen. Ja. En misschien in samenwerking met een ander merk zou ik dat willen doen, niet zelf. Weet je, dus Veel dingen op de agenda. Ja, heel veel. Heel tof. Heel veel, ja. Dus over 5 jaar heb jij gewoon je eigen managementbedrijf, kledingbedrijf. Ben je aan het presenteren? Het liefst wel. Misschien 2 kleine, 3. Ik weet niet hoeveel kinderen ze eigenlijk willen. Als het zou kunnen. Het liefst 2, maar als er nog een derde bij zou komen, dan zou ik het niet erg vinden. Zou je nog een reality show doen? Een eigen reality show misschien wel. Dat je hem zelf presenteert, bedoel je? Ik zou of dus gewoon of een reality gewoon over jouw leven? Nou, ja, niet per se over mijn leven, maar bijvoorbeeld in wat ik nu ga doen. Of, als ik ga presenteren of wat dan ook, dat ik dan mijn volgers en wat dan ook wel meeneem in hetgeen wat ik ga doen, snap je? Ja. Dat zou ik doen, of een reality show presenteren zou ik graag willen doen. Maar zelf meedoen aan het programma denk ik niet. Alright. Nee, dat heb ik wel. Je hebt het echt uitgespeeld. Ja. Hey, en je hebt het net over presenteren. Wat voor programma zou je willen presenteren? Ik vind programma's als Love Island, vind ik heel leuk. Ik moet zeggen, programma's als Temptation Island, reality-programma's vind ik wel leuk om te presenteren. Kijk, bij Temptation zou ik bijvoorbeeld net zelf meedoen, maar ik zou wel aan de andere kant willen zitten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Geen hele lucht, wat jij doet is top, vind ik ook heel relaxed, weet je. Dat soort dingen zou ik wel echt leuk vinden. Ja. Spannend, man. Ja. Ja. Ik zit even naar die tablet te kijken, want ik, hij komt gewoon nu toevallig meteen binnen. Pittige vraag. Het is tijd. Ben je er klaar voor? Ik ben er niet klaar voor, maar Ik voel me altijd heel erg ongemakkelijk op dit moment, want ik moet nu zeg maar jou de vraag gaan stellen die jullie aan tablet stellen. Ja? Ik sta voor schut, jullie kunnen lekker stemmen en ik moet het maar gewoon gaan doen. Is het erg als ik iets op lip zet? Want ik heb lip. Nee, doe maar. Ja, wacht, ja, dan zeker. Wat voor lipgloss is het? Nee, dat is lipgloss, niet Vea. Oké. Okay. Ja. Boven, onder, ja. Ja, ik koop je dingen dus altijd, maar dan raak ik ze kwijt. Ja, ik ook. Weet je, en dan vind ik ze in één keer allemaal terug. Ja. Ja. Zie ik echt ineens 4, 5 of zo op een hoopje liggen. Ja. Oké, okay, nou ja, pittige vraagtijd, dames en heren. Ja, ik ben benieuwd. Oké, okay, nou, het is in ieder geval niet vraag 1. Wat is het gênantst dat je ooit hebt meegemaakt onder de lakens? Je hoeft hem niet te beantwoorden, maar het mag wel. Het gênantst dat ik meegemaakt heb onder de lakens. Nou, ik moet zeggen dat het niet. Nee, is dat onder de lakens? Nee. Nou, dat was niet onder de lakens. Dat was wel, dus dat was wel boven de lakens. Ja, wel tijdens de seks was dat. En ik was toen jong hoor, ik was toen heel jong. Ja. En ik ben toen naar de Wallen geweest. Ja, ja. En ik ben toen naar de Wallen geweest en wat het was, nou ik wist niet dat iedereen, dat was blijkbaar gaan ze niet allemaal zo te werk, maar deze vrouwen gingen zo te werk, want dit was bij de kerk hè, dat is de kerk, dat is goedkoper hè. Oké, okay, juist dus zo. Ja, dan betaal je €25. In ieder geval, toen ben ik, en die wat zij eerst doen, zij wassen eerst jouw geslachtsdeel. Okay. En tijdens het wassen, toen kwam ik klaar. Ja, tijdens het wassen kwam ik klaar. Toen was ik net nadat ik ontmaagd was, tijdens het wassen, helemaal zo, weet je, alles deed. En toen kwam ik gewoon klaar.
Ja. Dat was een. Dat was niet normaal. Tuurlijk moest ik betalen. Ja, echt. Dat was echt. Oh, ik voel gewoon weer wat ik toen voelde. Hè. Ik zweet nu gewoon weer. Ja. Oh, ik schaamde me zo erg en niet normaal. Echt. Dat was echt erg. Oké. Ja. Want dat is dus heel erg wat ik. Ja, zo erg is het nou ook weer niet. Maar goed. Maar ik mocht ook vragen wat jou. Dus wat is jouw gênantste moment? Jeetje. Nou ja. Ik zit even na te denken. Ja, ik heb wel eens een keertje met een meisje in bed gelegen en die. En ik heb dit in de vorige aflevering volgens mij ook al besproken. Die stonk zo erg. Ik ga ook geen namen noemen, dat zou heel erg zijn. Maar het stonk zo erg dat echt gewoon. Zeg maar, ik heb krullen. Mijn haar werd opeens stijl, bij wijze van spreken. Nee, joh, echt, serieus? Ja, het was echt heel heftig. Maar ze had het zelf niet door en ik probeerde het toch een beetje. Een soort van. Ja, hoe ga je zoiets zeggen tegen iemand die je nog helemaal niet kent? Ik ken haar helemaal niet. Oh, je kende haar niet. Dus dit werkte niet. Nee. En wat heb je uiteindelijk gedaan? Ik zei dat ik heel erg moe was en toen ben ik gaan slapen. Serieus? Ja. En de volgende dag ging ze douchen. En toen heb je het wel gedaan? Toen hebben we het wel gedaan. Het was er niks aan de hand. Maar dan denk ik bij mezelf, dat ruik je toch gewoon. Dat is echt raar. Dus ik vond het eigenlijk ook een beetje, wat ik al eerder zei over die hygiëne en zo. Ik vond het ook heel erg onaantrekkelijk dat ze daar. Dus ik was er eigenlijk al op dat moment klaar mee. Snap ik. Oh, dat lijkt me ook heel erg, ja. Oké, nou ja, het is in ieder geval ook niet vraag 2. Deze vind ik ook helemaal niet zo pittig, jongens. Lekker, kom maar op met die. Dit is wel de tweede al, hè? Oké, bij welke voetbalclub zou je nooit meer teruggaan? Nou, dat weet ik voor mij dan al wel. Bij welke voetbalclub zou ik nooit meer teruggaan? Nee. Niet naar een club in Londen, want dat volgens mij had je daar niet heel erg naar je zin, of in Engeland? Engeland, Coventry, maar ik had het denk ik. Ik had het daar niet naar mijn zin, omdat ik gewoon niemand naast me had die me op sleept aan. Ik werd daar gewoon in het diepe gegooid. Ja. Maar in principe, ik denk dat als ik de denkwijze die ik nu heb, als ik dat toen had, denk ik dat ik een hele leuke tijd gehad had in Engeland. Maar ik ben zo, als ik me niet lekker voel en als het niet gaat volgens mijn plan of wat dan ook, dan ga ik ook nergens. Hè. Dus ik had toen wel een auto, maar ik ben nooit naar Londen geweest of wat dan ook. Ik was alleen maar in het hotel omdat ik down was. Ja, precies. Dus ik weet niet. Ja, maar als ik echt antwoord zou moeten geven, dan zou het de Engelse club zijn. Zou het Coventry City zijn. Zou ik daar nooit meer teruggaan. Ben je klaar voor de vraag die wel gesteld gaat worden? Gesteld gaat worden, zou ik moeten helemaal van stotteren. Nou ja, ik moet zeggen, deze week zijn ze wel heel erg lief voor je, bij de redactie en bij de mensen thuis. Want pittige vraag. Ik vind hem lichtelijk pittig, als ik heel eerlijk ben. Oké. Wat heb je met de €25.000 van Love Island gedaan? De 25.000 is gedeeld, hè? Oh. Dus 12,5. Oké. Ja. Ben je toen weer naar de wallen gegaan? Nee. Even rematch. Nee, maar is dit een gênante vraag dan? Nou ja. Wat ik met mijn geld gedaan heb, dat vind je gênant. Nee, vind ik ook wel meevallen. Ik kan antwoord geven, maar het mag wel wat pittiger. Ja. Ja, maar wat ik met mijn geld gedaan heb, niks speciaals eigenlijk. Ik heb het geld nog. Ja? Ja, ik heb het geld nog. Ik heb niet, niet een soort van heftig avondje met z'n allen gevierd? Ik ga niet uit. Ik ga bijna nooit uit. Ik heb natuurlijk wel gewoon gegeten en natuurlijk kleding en al die dingen heb ik wel gekocht, maar dat is niet... Het is niet dat ik iets groots gedaan heb of zo, dat het geld op is. Of iets. Nee, okay, ik heb er niks bijzonders mee gedaan nog. Nee. Oké, dus het staat nog lekker vaag op je bank. Ja, ik heb het nog. Ja. Moet ik een pittige vraag verzinnen dan? Of kijk even naar de redactie? Oh, wacht eventjes. Sorry, ik krijg die dingen natuurlijk gewoon met tablet. Ja, ik kijk naar de redactie, maar die zijn natuurlijk veel sneller dan ik. Omdat deze drie vragen niet heel erg pittig zijn, krijg je nog een extra bonusvraag. Met welke BN'er ben je naar bed geweest? Of, dus laat ik me anders stellen, ben je ooit wel eens met een BN'er naar bed geweest? En zo ja, wie? Kijk, ik heb een afspraak gemaakt. Ik kan dat gewoon echt. Het is dus wel gebeurd. Ja, het is gebeurd. Alleen, het zou echt heel, heel kut zijn als ik dat nu zou zeggen. We hebben echt een afspraak gemaakt om dat gewoon niet te vertellen. Shit. Maar het is wel gebeurd.
Het is wel gebeurd. Ja, met twee. Met twee? Ja. Tegelijk? Nee, niet tegelijk. Niet is het tegelijk. Ooit gebeurd met twee vrouwen tegelijk? Ja, één keer, maar dat was echt awkward, niet normaal. Dat was ook gênant. Ja? Ja, dat was echt gênant. Toen was het ook heel snel klaar. Ook. Ja, nee, toen niet. Nee, sterker nog, toen lukte het niet. Omdat ik gewoon niet wist waar ik mijn aandacht op moest. Ik wist niet waar ik op moest focussen. Ik dacht altijd, als ik dan bezig was, dacht ik, oké, ja, maar... Weet je, wat moet jij dan? En ik dacht, ja, anders verveel jij je weer. Dus op een gegeven moment, dat werkte gewoon niet voor mij. Ik heb het één keer gedaan. Oké. Okay. Ja. Maar goed, die twee BN'ers, had je daar met beide afspraken gemaakt? Nou, met één echt een afspraak. En de andere, dat is gewoon... dat was mij. Ik weet het niet. Maar volgens mij had ze een relatie. Oh ja. Dus dat is kut. Oké. Ja, het zat een relatie. Nou. Dames en heren, als die camera zo uitgaat, ga ik nog een keertje mijn best doen. En dan moet je mijn Insta even in de gaten houden. Dan ga ik daar het antwoord wel even op cryptische manier omschrijven. Nee, ik snap het heel goed. Dan moet je, als je afspraak hebt gemaakt. Ja, dat is lastig. Ja. Dan sluit ik hiermee het interview af. Ik vond het echt top dat je er was. Ja, echt, ik ook. Thanks voor je tijd. Ja, echt. Was echt super gezellig. En heel veel succes met alles. Dankjewel. En jullie, weer bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video nou leuk? Dan moet je even een duimpje omhoog doen. Vergeet je niet te abonneren of laat even iets achter in de comments. Ik zie jullie sowieso volgende week weer met een nieuwe MTV Zetten Live. En tot dan, tot de volgende keer. Doei!